Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven het midden en noorden van Nederland zit weinig bewolking en daar is vannacht mist ontstaan. In het zuiden en langs de oostgrens zit er meer bewolking en daar vallen stevige buien. De mist gaat oplossen, daardoor zal geregeld de zon schijnen in het binnenland. Maar langs de westkust en in het zuiden moeten we rekening houden met buien en dat kunnen af en toe hele forse buien zijn. Vanmiddag breiden de buien zich wat verder naar het oosten uit, kan er ook een klap onweer bij zitten. De wind neemt dan langzaam in kracht toe naar 2 tot 4 boven, voor, en het wordt van 16 naar 17 graden. Vanavond neemt de buigheid geleidelijk weer uit. De laatste buien trekken later in de avond via het oosten weg. Vanuit het westen wordt het dan weer droog en klaart het op. Morgen geen droge dag, wel in het oosten eerst geregeld zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen en modregenen. Dat regengebied doet er heel langzaam over, pas aan het einde van de middag klaart het in het westen weer op. Vrijdag nog een enkel buitje. Zaterdag en zondag hebben we dan eindelijk in het hele land waarschijnlijk droog weer. De wind neemt af, de temperatuur blijft 17 graden. Maar het allerbelangrijkste: de zon gaat flink schijnen, vooral op zondag. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.